Het gaat hard met de bouw van de boerderij van Liever en Lierop. Austeo Nikaite van Sirus TV ging er een kijkje nemen en sprak er met Sandra de Vrede en met twee ouders van cliënten, Lies van den Eind en Harold Dat. Sandra, we zijn alweer een stukje verder in de tijd en er is ook al een heleboel veranderd aan het huis. Wat zien we nu allemaal? Nou, er is een hoop gebeurd, hè? Inderdaad. Nou, de mannen van de wandjes, die hebben heel hard gewerkt. En dan begin je dus echt te zien welke ruimtes wat worden. En die wandjes zijn ook super geïsoleerd, geluidsgeïsoleerd, maar ook 30 minuten brandvertragend. Daar is allemaal rekening mee gehouden. En de voorzetramen zijn gekomen, dus kozijnen, dat geeft dan echt een heel mooi beeld. En dan wordt het straks de fase om een nieuwe laag in de vloer te leggen. En dan, dan wordt het echt afwerken. En de stucadoor is al begonnen in het voorhuis. Nou, en dan krijg je echt een mooie moderne afwerking te zien. Ja, precies. Want nu ik het zo zie, begint echt wel een beetje allemaal bij elkaar te komen. En als ik het ook. Het lijkt voor mij alsof het best wel planning loopt allemaal. Ja, ja. We liepen eerst een klein beetje achter, maar dat is allemaal ingehaald. En je ziet, ze zijn vandaag ook op Goede Vrijdag nog aan het werk. Dus ze doen echt hun best om de planning te halen. En dan moet het vlak voor de bouwvak opgeleverd kunnen worden. En dan kunnen we zelf aan de slag. Ja, ja, er is al een boel gedaan, maar er moet ook nog wel het een en ander gebeuren. Maar dat kunnen jullie denk ik niet helemaal alleen qua financiën. Want ik heb al gehoord dat jullie het een en ander aan acties bedenken. Ja, klopt. We hebben de bouw helemaal gefinancierd gekregen, alleen de inrichting helemaal niet. Dus daarvoor zijn we helemaal afhankelijk van sponsorgelden en fondsen. En we zijn nu op dit moment een crowdfundingsactie aan het doen met, samen met de plaatselijke regiobank van de Einde. Samen voor de buurt.nl. En we sparen daarvoor de inrichting van de ontmoetingsruimte. We willen heel graag dat de bewoners contact maken met mensen uit Lierop, ouderen, leeftijdsgenoten zonder beperking en gewoon fietsers die langskomen. Dus we willen echt mensen naar binnen halen in die multifunctionele ruimte en daar contact maken en het gevoel geven dat ze er echt bij horen, bij het hele dorp. Kijk, dus het is niet alleen eigenlijk voor de bewoners die hier wonen, maar voor de hele buurt een aanwinst, als ik het zo hoor. Ja, dat hopen wij wel, ja. Ja, dus we hopen echt een bijdrage aan de hele samenleving te kunnen geven. Harold en Lies, jullie zijn allebei ouders van twee kinderen die ook in Liever in Lierop hier gaan wonen. Hoe zijn jullie ooit bij dit idee gekomen? Wij zijn, ik weet niet hoe lang het intussen geleden is, ik denk een jaar of 7, benaderd door Sandra. Om een initiatief in Lierop voor onze kinderen op te starten. En we hebben ook naar andere plekken gekeken, maar uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen. Dus we zijn al best een tijdje bezig. Dus Harold ook, van begin af aan zijn wij er al bij met onze kinderen, jongvolwassenen. Kijk, ja. Ja. Al 7 jaar op weg en dan nu zie je het eigenlijk een beetje tot leven komen. Hoe voelt dat? Dat voelt heel, heel mooi natuurlijk. Als je natuurlijk in een klein dorpje mensen als Lierop, Liever en Lierop kunt ontplooien, kunt initiëren. En vervolgens een boerderij ziet. Opnieuw een nieuw leven ziet krijgen naar een wooninitiatief waar kinderen echt een droomplek kunnen vinden om te kunnen wonen, is natuurlijk heel mooi om dat te zien. Het is wel een lange adem geweest, maar uiteindelijk, elke keer dat ik hier kom, dan wordt mijn hartje sneller kloppen, zeg maar, van dit mooie initiatief. Ja, kijk, en nu kunnen jullie ook in de kamers van jullie kinderen een beetje rondlopen. Hebben jullie ook alvast echt het idee dat ze hier echt straks een thuis gaan hebben? Ja, dat gevoel komt steeds meer. En voor mij is het sowieso ideaal, want ik woon hier achter 5 minuten vandaan. Dus David, mijn zoon met Down syndroom, kan dan te alle tijden sneller naar huis komen als er iets is. Of ik ben snel hier. In het begin zal er nog geholpen moeten worden misschien, voor de begeleiding ook. Maar elke keer zaterdag neem ik hem bijna mee aan het toe. En dan kijkt hij en dan staat hij in zijn appartementje. En dan, ja, dan heeft hij er echt zin in, zegt hij. Heel, heel veel zin om te gaan wonen. Ja, leuk. Er komen hier straks verschillende jongeren. Kennen die elkaar al? Gaat er een klik zijn, denken jullie? Die kennen elkaar zeker. Fleur en onze David kennen elkaar denk ik al vanaf dat ze een jaar of 6, 7 zijn, denk ik. We gaan al heel ver terug met elkaar, dus echt al vanaf jongs af aan. Ook geldt ook voor andere bewoners die elkaar zijn, maar al toch een aantal jaren al kennen. We zijn al 5 jaar met de bewonersgroep onderweg, zeg maar, die elkaar ook zeg maar, regelmatig zien. En leuke bijeenkomsten die we met elkaar doen. Broers-zussendagen die we dan organiseren. Om zeg maar, ook die kinderen met elkaar te laten kennismaken. Dus het is echt al sprake van een groepsbinding en van een heel mooie groep die hier gaat wonen dadelijk. Absoluut. Ja. Nou, dat geeft denk ik jullie ook iets geruster gevoel dat je weet waar de kids terecht gaan komen straks.
Ja, dat is zeker een geruststellend gevoel, want zelf word je ook een dagje ouder. Dus nou ja, David is 22, hij zou nog makkelijk thuis kunnen wonen, maar puur vanwege deze plek in Lierop ben ik gewoon van begin af aan mee blijven doen. Omdat het ideaal is dat hij in Lierop kan blijven. Echt heel fijn. Voor ons ook. We hebben net Steven ouders gesproken, die zijn al heel gelukkig, maar zijn alle plekken hier opgevuld? Nou, je ziet hierachter dat er ook een paar huisjes zijn die heel zelfstandig zijn. Die hebben gewoon eigenlijk een eigen rijtjeshuisjes. En er zijn er nog twee in de afhang. En dat is voor wat meer zelfstandige jongeren. Dus die hebben misschien wel een beetje hulp nodig, maar die kunnen een heleboel zelf. Maar die moeten toch een beetje bij de groep getrokken worden en een beetje sociaal vaardig worden. En daar is dit een ideale plek voor. Aan de achterkant zitten ze helemaal vrij en rustig en op zichzelf. En ze kunnen toch zo aan de voorkant binnen een paar seconden bij de begeleiding en bij de gezamenlijke keuken zijn. Dus we zoeken met name nog een paar meisjes, want het zijn vooral jongens die aankomen kloppen. Dus het zou gezellig zijn als er nog een paar meiden bij komen.